We gaan meteen verder naar Baarn, waar een ondernemers-echtpaar met twee kinderen een cafetaria runt. Heel makkelijk, ze wonen ook direct boven de zaak. Vorige maand hoorden hun twee kinderen geschreeuw beneden. Die zijn toen gaan kijken. In de Pompstraat in Baarn zit op de hoek buurtcafetaria Sophie. Op vrijdagavond 8 september staat de 35-jarige eigenaresse rond 10 uur alleen in de zaak. Haar man en een bezorger zijn op pad, omdat er nog laat twee bestellingen binnenkwamen. Buiten verschijnen dan deze twee mannen. Ze staan wat te prutsen, maar lopen weer weg. Waarschijnlijk om deze auto voor te laten gaan. Even later, net na 10, gaan ze wel recht op hun doel af. Let op het grote mes. De voorste man begint meteen te schreeuwen tegen de vrouw achter de toonbank. Ze moet money geven. Dat roept hij een paar keer. Daarna loopt hij rechtstreeks naar de plek waar de portemonnees van de bezorgers liggen. Hij weet precies waar hij moet zijn. De andere dader graait geld uit de kassa en houdt zijn mes vlak bij het gezicht van de doodsbange eigenaresse. Waar zij al bang voor was, gebeurt dan. Haar zoontjes van 8 en 13 die boven waren, komen op het lawaai af. Ze gebaart wanhopig dat ze weg moeten gaan. Maar haar oudste wil juist naar zijn moeder toe. De jongste zoon rent in paniek naar buiten. Meteen gevolgd door de overvallers met de buit. Nou, hij zag dat een beetje gelukkig, rende die overvallers een andere kant op dan dat jongste zoontje. Deze daders die leken zich heel goed te hebben voorbereid. Ze wisten precies dus waar de portemonnees van de bezorgers lagen. En waarschijnlijk hebben ze vlak voor de overval heel doortrapt twee valse bestellingen gedaan om zo de eigenaar en de bezorger uit de cafetaria weg te lokken. Nou, nog een keertje naar die daders kijken. De man die als eerste binnenkomt is een stuk kleiner en ook wat minder slank dan de ander. En als hij zo naar ons toe loopt, dan zien we dat hij een wit logo op zijn broek heeft. Allebei die mannen hadden dus echt een groot mes bij zich. Heeft u nou een vermoeden wie er achter deze overval zitten? Misschien heeft u de overvallers die avond van 8 september daar weer een baar gezien. Kijk de beelden nog even terug via onze site en tip alstublieft. En dat kan dus ook hier weer via live.politie.nl.